Ja, we konden erop wachten. Ja, Frans Timmermans, de groengoeroe. Ja, die. Ja, als een teleurgestelde loser is hij nu om zich heen aan het slaan en meppen. En ja, vervelend te worden tegen Omzicht. Ja, veel te laat natuurlijk. Maar goed, je kon erop wachten, want ja, hij komt er nu achter dat het reddeloos verloren is. En dat het niet meer gaat lukken wat hij in zijn hoofd had. Het torentje, nee, het is afgelopen. En nu, ja, nu begint hij te klagen. Eerst van, ja, maar moet je horen. Ik wil best met hem meegaan in die agenda van hem over het nieuwe bestuur. Hè, met Omzicht, dat zegt de goeroe. Maar dan moet hij bij mij meedoen, natuurlijk, met andere dingen. Ja, met bijvoorbeeld over de armoedebestrijding. Of weet ik veel wat je. Over de belasting, ja, met miljonairs. Daar moet dan. Maar dat doet hij niet. Nee, die Omzicht had keurig de kaartjes tegen zijn borst aan. En die gaat daar gewoon niet op in. Nee, dat is voorbij de formatie. Maar, en dan begint hij natuurlijk te klagen. Nu zegt hij van ja, hij twijfelt over alles. Zegt de goeroe. De groengoeroe zegt, ja, alles op niets speelt hij de hele tijd. Doe ik het wel of doe ik het niet? En het is een tv-spelletje en daar heb ik geen zin in. Want dit gaat over het belang van het land. Nou, en zo gaat hij maar door. Hij is maar constant bezig tegen die Omzicht. Hey, vrienden, het kan niet beter. Nee. We kunnen ons hier heel erg gelukkig mee prijzen. En ik wil ook, goeroe, als je kijkt, ik wil ook tegen jou zeggen: ga hier in godsnaam mee door. Ja, geef niet af. Nee, ga tekeer tegen die Omzicht zoveel als je wil. Ja, want dat is alleen maar in ons voordeel. Want als jij, jaag hem de gordijn heen, maak hem kwaad, die Omzicht. Ja, zodat hij straks gewoon niks meer bij de formatie met jou te maken wil hebben. En dan gaat hij niet linksaf, maar dan gaat Omzicht, wat wij willen, rechtsaf. Ja, dus, groengoeroe, alsjeblieft, doe onze rol. Ga hiermee door. Hey, hey, Den Haag.